De feesten komen eraan en dan zien wij de vraag naar zwarte lingerie stijgen. Ik toon jullie de vijf zwarte lingerie toppers van dit moment. We beginnen met eentje van Sarda, de Mei. En wat is er daar zo mooi aan? We zien hier een voorgevormde BH. Dit is eigenlijk eentje voorgevormd, maar met een nude mousse onder. Dus hij heeft een klein beetje de look van een niet-voorgevormde BH door dat nude die eronder zit. Het speciale, het mooie eraan, is natuurlijk het bandje, want op het bandje, als je een klein beetje dichter gaat, zal je dat zien, zit er een klein strasje. Deze vorenvormde BH is beschikbaar van B tot E en bestaat ook in gewone bureau bh Het is een hele fijne platte kant, een Italiaanse kant, een kant die niet markeert onder de strakke pedij. Er bestaat daar ook een prachtige body van, die je kan samendragen en dan maak je het dan op en top feestelijk. Voilà. voilà, hier zien we de body heel mooi ook de kant, het strasje van in het bandje komt eigenlijk mooi terug in het colletje, dus echt wel een prachtig stuk voor tijdens de feesten. Is nu gecombineerd met een hoge taaiebroek, kan perfect met een rok ook gecombineerd worden, eigenlijk een hele leuke partylook. Dan gaan we naar een tijdloze topper van Primadonna, de Sofora. Debbie heeft deze hier aan. We zien eigenlijk een beugelbH, beschikbaar van C tot H cup. Met een extra bandje. Dat bandje heeft zo'n extra tuts onder de blusjes of onder de decoteetjes. Maar kan er ook gewoon af. Voilà. We zien ook een grafische kant. Het is een bloem. Maar als je dichter gaat, zie je al die fijne lijntjes. Die het wat extra transparant maken. En ook wat extra sexy voor tijdens de feesten. Dus. De slipjes zijn in verschillende modelletjes beschikbaar. Hier zien we een gewone slip. Maar bestaat ook in taille of in string. Dank u. Het volgende zwarte setje is eigenlijk al ons eerste zomer setje. Maar het is in het zwart, dus kan het perfect aangekocht worden voor de dagen. Heel sexy, heel vrouwelijk. Hier zien we de Tess. We zien eigenlijk een balkonet bijhaantje, dus iets lager op de borst. Hoog de voor, dus een goede steun. Beschikbaar van C tot G-cup. We zien ook een heel fijn mooi bandje en het bolletje dat we hier zien in de kant... Komt eigenlijk terug op dat bandje. Maar gerust wat dichter gaan, dan zien we zo heel mooi. Ja, dat mooie, die transparantie met die fijne bolletjes erop. Echt op en top sexy. Klein beetje transparant, maar een hele mooie, ja, wel lieve BH vind ik persoonlijk. Een heel leuk shortje eronder, ook wel transparant. En volledig naadloos op de poep, vooronder alle feestgedij. We gaan dan over naar een klein beetje de bralig look, maar met een beugeltje. Een setje van Prima Donna Twist. Voilà, dat zien we hier. Een heel vrouwelijk setje ook. Een beetje een sexy toets door het uh, stukje hier langsonder. Een hele mooie kant, een beetje een grovere kant, die het echt wel op- en top sexy maakt. We zien ook tri triangle look. Hier die volle die doorgetrokken wordt en die kan een beetje gekruist worden gedragen ook. Waardoor dat je een hele mooie uh, vorm creëert. Het is een bh die hele goede steun biedt. Beschikbaar van C tot G-cup. Wat heb ik eronder gestopt? Onder zit het shortje. Van voor helemaal blikdicht. En langs achter, voilà, een hele mooie kant. En hier zien we terug zo'n beetje een sexy uh, detail. Dankjewel. Een heel mooi feestsetje. We eindigen met een heel mooi sexy setje. Iets verfijner, iets specialer. Een uh, setje van Chantel X. Hier zien we het. Een hele mooie... Uh, kant, Een beetje een grafische kant. En ja, een, zo, een super speciaal detail met die kant, dat stukje stof die hier eigenlijk doorloopt. Zeg daaronder een blouseje of een decoteetje en je hebt daar een hele toffe look. Als we dan verder kijken naar het asymmetrisch bretelletje, zien we hier die kleine x's, een knipoog naar het merk, Chantal X. En hier dan een iets korter stukje goud, maar heel leuk dat het asymmetrisch is. Ik heb daar een shortje onder gestopt. We zien hier ook weer het haatje die refereert naar het bovenstukje. Eigenlijk super tof, asymmetrisch, sexy. Ja, echt wel eentje voor de feesten. Dit is een setje die zeker mag gezien worden. Dank je wel. Ziezo, dat zie je heel wat verschillende zwarte setjes. Dit is maar een kleine greep uit ons aanbod. Dus ben je benieuwd? Wil je vrouw verrassen of wil je zelf eens het pakje zijn? Kom gerust eens kijken of check ze online.